En hallo mensen van Jij Movies, ik ben hier samen met mijn nieuwe alweer. Dit gaat over de top 10 raarste top 10 verschillende lachen tijdens een foto of wat dan ook of momenten. Oké. Dan beginnen we bij 10. Dit is de foto wat mij de meeste gebruiken tijdens een selfie. Dat is dus meestal een duim en vuist tegen hun mond aan en dan kijken ze heel erg zwoel of zo. Screenshots, kom maar aan. Fuck je die. Nummer 9, dat is ook hetzelfde wat mij veel gebruiken. En dat is meestal zo. Maar dat gebruiken jongens soms ook. Ik bedoel, what the fuck betekent dit? Nummer 8. Je hebt toch altijd, als ze op een foto vragen, dat je moet lachen. Waardoor je ook je tanden ziet. Ja? Ik weet niet. Dat is best wel pittig moeilijk. Want als je dan lacht, weet je wel. Zo lachen kan nog wel. Maar zo. Dat ziet er echt uit alsof het moet, weet je wel. Vind je niet, Maria? Ja. Als je lacht. Hallo. Ja. Nummer 7. Nummer 7. Oké, nummer 7. Ik weet er één. Oh, daar zijn vrouwen zo goed in, hè. Jezus, die zijn daar zo goed in, hè. Als ze boos zijn of zo. Zo, dat is zo verschrikkelijk, hè? Dat doen vrouwen zo vaak. Nou, dat kunnen mannen ook wel, maar vrouwen die gebruiken het echt fucking vaak. Nummer 6, dat is de lach. Dat is de lach waar geen geluid uitkomt. Nummer 6 is dus de lach waar geen lach uitkomt of waar geen geluid uitkomt. Dus dat is heel fucking awkward, weet je wel. Dat gaat dan zo. En vervolgens komt er geen geluid uit, dat is gewoon fucking raar. Nummer 5, welk was jij, Maniel? Jay-Z's lach. Oh ja. Yeah. What the fuck? Dat was een verschrikkelijke lach. Wow. Nummer 4. De lach van Niels Ummink. Die lach. Jezus. Die lacht zo verschrikkelijk hard, hè. Als hij lacht, dan komt echt gewoon. Dan hoor je het in China nog steeds. What the fuck, man. Dus hij lacht zo. Ik kan het niet eens nadoen, weet je. Hij lacht. En dan eerst heel normaal. En dan hahaha. Hey, dan nummer 3 zijn we nu toch? Ja, 3. Dat is de lach waar je. Weet je wel, dus als je lacht, dan zou ze. Nummer 2, met jou? Ja. Ben jij nummer 2? De lach. Dat je gewoon maar lacht, maar terwijl niet die ene gast die tijdens een feestje, ja, die gast praat tegen je en blijkbaar zegt hij iets grappigs, want de rest lacht wel en jij verstond er geen ene fuck van. Dat is ongeveer hetzelfde wat Mariel net zei. Dus ga je maar lachen. Maar je had geen idee wat hij net zei. Op. Toen stortte alles in. Oké, nummer 1. Dat was de ergste lach die er is. Die van je moeder. Nee. Dat is heel erg. Nou, echt erg is het niet. Ik moet zeggen dat ik het zelf ook heel vaak doe. Lach om je eigen grap. Dat doe je heel vaak, ja. Je lacht. Je lacht. Je vertelt een grap, oké? En dan lach je als fucking enige. Dat is gewoon gênant ook, sorry. Dus, vond je video leuk genoeg? Goed, dan wil je niet meer abonneren. Dan zie ik je de volgende keer weer. Deel dat bestellen? Huh? Boven kun je link abonneren. Boven kun je het linkje delen. Deel het met iedereen. Facebook, Twitter, Hives. Dan zegt op nog iemand weer Hives bestaat niet. Dan zeg jij weer, dat weet ik. Je moeder, je opa, je moeders lul. Deel het met iedereen die ook zo'n verschrikkelijke lach heeft. Of als jij nog een lach weet die nog niet voorbij is gekomen. Laat het even weten in de reacties. En... Niels van mij is lach. Die dacht gewoon zo en dan zijn ogen heel erg knitten. In de nacht op momenten, als hij moet acteren, dat hij niet moet lachen. Dat kan ook wel. Oké, dus dan zeg ik, dat is, dan zeg ik maar nieuw. Je moeder zegt wat, doei. Oké. Mogel. Echt. Doei.